idee eigenlijk. Ik heb begrepen dat als er bommel is, bitterballen en bommel, ik weet dat ook jullie wel niet. Maar over feestjes gesproken, we gaan het even hebben over evenementen. Nou, we staan hier bij Radio Kootwijk, normaal natuurgebied met steintjes, hertjes, alles erop en aan. Maar afgelopen 5 jaar was hier ook het gras naar Polski, toch Jeroen? Ja, de afgelopen 5 jaar, dat zijn de dingen hier achter en overal mee. Super vet festival, maar er is wel een dingetje, want het ligt midden in het natuurgebied. En als je nu omheen luistert, het is echt super stil. Nou, in dit gebied, daar is dus een heel vet festival gekomen en dat viel onder de gemeente Apeldoorn. Maar dit is dus, in Apeldoorn zijn best wel veel festivals, alleen volgens de mensen die we hebben gesproken, eigenlijk bijna nooit genoeg. Hebben we genoeg festivals in Apeldoorn? Als jeugdig vind ik dat we een beetje meevallen. Ja, we hebben natuurlijk Syrische Quest gehad en we hebben die roze gehad, de Giro d'Italia. Maar voor de rest, ja, wat is nou echt gaande in Apeldoorn? Dat weet eigenlijk niemand. Dat weet eigenlijk niemand. En dus gaan we het hebben over evenementen. Echt waar? Ja, echt waar. Want toen wij op straat vroegen wat nou hier in Apeldoorn wist of wat beter vond, was veruit het meest genoemde antwoord evenementen. Maar hebben we wel zo weinig evenementen, of hebben we er meer dan genoeg, maar doen we het op een verkeerde manier, of is er eigenlijk helemaal niks aan de hand? We hebben inmiddels weer gewisseld aan tafel Maarten Viersen van D66, van ons, van Apeldoorn. En ik mag meteen beginnen met de grote van Partij van de Dieren. Ja, dank u wel. Goed dat jullie Radio Kootwijk noemen, want dat is voor ons wel een belangrijk punt. Radio Kootwijk is inderdaad stil en dat willen we graag houden. Dat betekent niet dat er helemaal geen evenementen daar gehouden mogen worden, maar wel echt onder hele strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld een evenement in het teken van de stilte. Wat zou je nu Het zal u niet verbazen, maar als het over evenementen gaat, dan vinden we ook dat er geen evenementen toegestaan moeten worden met dieren. Dus geen kamelen racen, geen struisvogel racen, omdat we te gekkigheid. Dieren zijn er niet voor gemaakt van mensen. En het zal je ook niet verbazen, ik vind ook dat elk evenement een duurzaam karakter moet hebben. Als je Serious Request zag, aan het eind van de avond, je kon gewoon lopen over de bekertjes. Dat kan je gewoon heel simpel met een statiegeldsysteem oplossen. Dus. Okay. Op het Zutphenplein gebeurt het wel vaak al. Dus wat ons betreft, wij ook evenementen. Goed, wat kan ons verhaal Ja, wat ons betreft zijn we elk van de evenementen. Dat resulteert zich in dat er binnen de top 10 van ons er al 3 vrijwilligers zijn van het Brakenbootfestival. Dat wij samen met de PvdA Serious Request hebben geregeld hier in Apeldoorn. En ja, dat we natuurlijk ook geestelijk vader zijn van het Bierfestival. Dus wat ons betreft ja, is dat wel een heel mooi onderdeel om Apeldoorn bruisend te houden. Meneer Vriesen? Ja, dank u wel. Ja, waar het om gaat is dat je als je ergens woont, dat wil je het leven. En al die evenementen dragen eraan bij dat ik, als ik van mijn werk kom, ik werk in Vianen, soms werk in kampen, dan rijd ik Apeldoorn binnen en dan denk ik, jongen, wat een mooie stad, mooie dorpen, ik kom echt thuis en hier woon ik ook. En dan horen dat zo'n prachtige evenementen horen daarbij. En ik hoef ze niet op te noemen, maar dan zat. Ik denk dat er tussen de 200 en 500 evenementen zijn. Maar hoe kan het dan, als we naar de straat gaan vragen, wat kan verbeterd worden, ja. Dat ik verdoen eigenlijk alleen maar hoor, we willen meer te beleven hier. Is het dan nog steeds te weinig? Ja, als u dat hoort, dan ben ik benieuwd wat er precies wat voor behoefte dat dan is. Want als je kijkt naar Gigant, nou ja, hier wordt ook van alles georganiseerd. Volgens mij was er nog een barbecue afgelopen zomer. Dat is hartstikke leuk. Wat komt er dan bij? Ik heb ook niet zo meteen vanuit de verhaal wat er dan voor concrete dingen nog bij moet. Want als je hier woont, dan wil je leven, dan hoort er wat levendigheid bij. Ja, precies. Ik vind het niet zo simpel. Evenementen, leuk, doe maar. Maar het gaat natuurlijk wel, je moet wel een goede afweging maken. Tussen de belangen van inwoners, mensen die wonen in bepaalde delen van de stad en wat je daar wilt organiseren. En ja, wat ook vaak zie, de belangen van dieren worden sowieso niet meegenomen vaak. Evenementen in het park bijvoorbeeld, grootschalige muziekevenementen, daar zijn we niet voor. Zeker niet tijdens de brood en broed en zoogseizoen. Ja, dat is ook best wel. Je moet echt een goede afweging van belang maken. Ja. Maar waar dan wel? Ik hoorde wel zeggen daar niet, daar niet, daar niet. Maar waar dan wel?
Nou, in binnenstad bijvoorbeeld, het shuttletrein kan ook. Er zijn genoeg plekken te bedenken. Kijk, ja, nogmaals, je moet een afwijking van belang maken. Dus ik wil niet zeggen dat het nergens mag. Je kan kijken, op mijn vertrek mag overal, als het belang mag, dat wil zijn. En je zegt nu eigenlijk dat het belang niet goed mag worden? Nou, soms niet, nee. Bijvoorbeeld in de boswijze, dat is Natura 2000 gebied, in Bergen-Os, daar leven allemaal dieren. Ja, ik vind dat geen plek voor grootschalige evenementen. Nee, zeker niet. Mevrouw de Ros, we moeten meer rekening houden met de natuur bij ons evenement. Maak iets op, ja. Nou, dan heb ik je net een nieuw woord geleerd, maatwerk. En ik denk dat lokaal Apeldoorn niet een partij is van de bodemontwikkelaars. En natuurlijk moeten we daar rekening houden met onze natuur. We hebben er maar één gekregen. En we moeten er zeker goed voor zorgen. Maar ik denk dat als wij maatwerk toepassen in een, met evenementen op Park Berg en Bos, dat zeker een geschikte locatie is om sommige evenementen daar te plaatsen en te vinden. Je hebt niet zo kunnen reageren, maar meteen afsluiten. Nou ja, als laatste dan een kleine toevoeging. De natuur is er ook voor om van te genieten. Ja. En daarom vind ik daar heel erg fijn dat ik daar ben. Ja, en daar moeten we er heel erg zuinig mee zijn. Dus ja. We moeten niet nog meer evenementen of nog meer attracties gaan ontwikkelen in de Westland. Bewoners hebben daar al heel veel overlast, ook bewoners dus. Belang van de natuur en belang van inwoners vallen heel vaak samen mensen. Mevrouw Ros, heb je het laatste woord? Ja, ik heb daar eigenlijk niet veel aan toegevoegd. Nee? Nou, dat is helemaal mooi. De laatste nog tijd over meneer Van Piers heeft gewild. U hebt 10 seconden. Ik had net al het laatste woord. Ja, dus ik maak jullie graag terug. Dan wil ik jullie even bedanken. Helemaal goed, dan mag meneer Groos inderdaad weer terug naar de bak. Over feestjes gesproken, we gaan naar het feestje van democratie. Ja, we hebben het vandaag dus de hele tijd over gehad wat de politiek nou wil. Maar de mensen in Apeldoorn willen ook best wel. Wat wil Apeldoorn, dames en heren? Ja, want het landelijke referendum, dat is afgeschaft. In ieder geval het raadgevend referendum. Maar gemeenten die kunnen dus zelf een referendum uitschrijven. Precies, en dat is ons laatste onderwerp. Ja, en om maar een goede voorbeeld te geven, dachten wij, we gaan zelf een referendum houden. Fuck, goed idee. De Apeldoornse burgemeester moet gekozen worden. Gaat ze vragen op straat? Was best wel spannend. Ja, ja, de mensen die een stem hadden, die hadden wel meegedaan. Was ook wel spannend op papier ging houden trouwens. We zijn er achtergekomen, referendum moet je dan ook tegen. Ja, precies, precies. We zijn er ook achtergekomen dat een merendeel van Apeldoorn geen stem heeft of mening. Maar weet je, die heb je ook natuurlijk. Kijk, nou is dit natuurlijk niet een onderwerp waar je echt een referendum over kan houden, want het is iets wat de politiek niet van besloten wordt. Maar gewoon even voor het idee. De Apeldoornse burgemeester moet gekozen worden, vrij duidelijk. Dat is minstens 8 op de 22. 8 op de 22, zeg. Ja, dan moeten wij zelf kunnen beslissen. Nou, hier gaan we zelf hebben. Referenda. Ja. Nou, het feit is wel duidelijk. We gaan het over de referenda. Moeten ze vaker worden uitgeschreven door de gemeente of moeten we ook iemand ophouden? Ja, wat ons betreft is het referendum zou eigenlijk niet noodzakelijk moeten zijn. Als je kijkt naar de social media die we nu deze tijd hebben en wat voor verbinding wij kunnen opzoeken met de inwoners van Apeldoorn, denk ik dat als jij gewoon met je poot in de klei gaat staan en gaat luisteren naar wat voor input je krijgt vanuit de inwoners, jij daar wel heel goed de mening kan uithalen en daardoor het referendum niet.
niet noodzakelijk zou zijn. Maar zitten dan bijvoorbeeld met de ouderen, die dan niet doen als sociale die bereiken? Ja, dan kan je die opzoeken. En daardoor is het noodzakelijk dat je dicht bij de mensen staat. Dat je bereikbaar bent op verschillende manieren. Dat je de gesprekken aangaat. En zoals nu, we hebben van zaterdag de politieke markt gehad. Ja, we hebben veel ouderen gezien die hun boodschap is gedaan. Om op die manier jezelf zichtbaar te maken. En naar de mensen te luisteren en te horen wat zij te melden hebben. En we zien nu vaak dat er referendum als die gehouden wordt, dat die negatief. Mensen zijn ergens ontevreden over, dus we gaan een referendum houden. En, ik denk dat het van belang is dat jij voordat het een negatief signaal heeft, dat je die al signaleert en dat je daar al mee aan de gang gaat. Oké, dus ik denk gewoon dat we door de volgende kunnen bereiken eigenlijk al wat genoeg doen. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch onderwerp voor D66 referendum. Als we ergens een piek mee in het nieuws zijn, dan is het referendum de laatste tijd. Dus we hebben over lokaal, over Apeldoorn, over waar wij mee bezig zijn, dan is het referendum wat ons betreft het allerlaatste redmiddel, de noodrem voor iedereen die hier aan woont. Het is geen standaard middel wat gebruikt moet kunnen worden, het is alleen maar in uiterste gevallen vanuit mensen, vanuit de samenleving, bijvoorbeeld de mate tegen windmolens. Op dat moment moet je kunnen zeggen, wij zijn tegen, hier heb je een referendum, dat is geen raadgevend, dat is gewoon bindend, politiek, doe er wat mee. Dus D66 is voor? Ja, ik had deze vraag al een klein beetje verwacht. Nu hartstikke mooi en fijn dat u stelt, want het gaat even over twee verschillende dingen. Het gaat over wat er landelijk gebeurt over het raadgevend referendum. Dat wordt gegijzeld en misbruikt door populistische partijen. Dat blijkt gewoon niet te werken. Moeten we vanaf, dat is allemaal kiezersbedrog. Waar het nu gaat, was. Ik wou je even je woord laten afmaken, want daar gaat het eigenlijk om. Ik ben nog niet helemaal klaar hoor. Nee, maar het eindigt bij kiezersbedrog. Als het gaat om een referendum, dan gaat het juist om dat we juist de mensen op straat bereiken die wij niet kunnen bereiken door gewoon ze te benaderen. Want de meeste mensen die aan een referendum meedoen, gaan gewoon stemmen omdat ze zich geroepen voelen. Want kijk maar naar de sleepwet, wat daarover gaat. Heel veel mensen zijn er boos over. En waar ik me heel erg boos over maak, is waarom heeft de gemeenteraad, en dan heb ik het over bijna alle partijen, tezamen een brief geschreven naar het ministerie van Binnenlandse Zaken dat ze geen referendum willen terugleggen met de gemeenteraad. Is dat niet gewoon een beetje volgens kiezersbedrog? Wat er tegen de wet was. De vraag van hun was ook tegen de wet. Hebben wij als SP ook in de Tweede Kamer besproken? Ja, goed. Ik hoor twee verschillende dingen. U zegt eigenlijk, waarom hebben we eens in de 4 jaar verkiezingen? Luisteren wij dat niet? Ik heb een e-mail, ik heb een telefoonnummer, ik ben iedere donderdagavond in de gemeente. Daar ben ik, niet voor mezelf, maar omdat ik vind dat de gemiddelde D66er, de Apeldoorn, op die manier goed vertegenwoordigd wordt. Als dat niet zo is, dan krijg ik graag een mailtje en dan hoor ik graag hoe het anders kan. Want ja, ik zit daar voor 4 jaar en zo werkt het stelsel. Ik ben gewoon bereikbaar. Dat is wel. En twee, wat ik nou wel aardig vind over het referendum en waarom D66 zo ontzettend wordt aangevallen, is omdat het goed gaat met D66. En het gaat goed met Nederland. Er gaat eigenlijk 1,9 miljard euro naar onderwijs. Er komen meer banen en we hebben het groenste regeerakkoord ooit. Maar ja, een andere vraag die kort wordt, waardoor nu de leraren allemaal in de steek zetten dat ze hun protesten niet neerleggen. Ja, dus het verhaal klopt niet, maar dat is landelijke politiek, maar het verhaal klopt niet. Verder hebben wij landelijk een motie als SP ingediend om een bindende te maken. Want inderdaad, jullie zeggen raadgevend willen we niet, bindend, zogenaamd wel wordt gezegd. We hebben die motie ingediend, jullie hebben tegengestemd. Ja, en die leraren die staken nu omdat we er nog lang niet zijn, maar de eerste stap is wel gezet na jaren van stilstand en achteruitgang. We gaan weer vooruit met z'n allen. Maar een leraar staat niet zomaar. Als leraren staken, ja, hebben we een probleem in Nederland. Zeker. Want geen leraar wil zijn leerling geen les geven. Leraren die er op school zitten. Ja. En dat leraren nu zo ver zijn, dat ze voor de zoveelste keer staan met zoveel leraren tegelijk de straat op gaan, dat moet een signaal voor ons zijn dat het niet goed gaat. Absoluut. En dat je het op dit moment, landelijk in ieder geval, niet goed doet. Ik zou zeggen, blijf maar doorgaan met staken, want er moet meer geld naar onderwijs. D66 is een onderwijspartij. Was het een onderwijspartij? Nu is GroenLinks dat. Ik vind natuurlijk dat SP dat is, maar de leraren hebben gezegd dat is GroenLinks. D66 is voor leraren niet meer het onderwijspartij. Mevrouw, dat was even in het afsluitende woord. En dan hadden we allemaal even gezegd.
ja, blijkt dus, de leraren laten ook al zien dat, dat er blijkbaar dus, ondanks de vele e-mails en telefoon en de manieren waarop de politiek dus bereikbaar is, blijkbaar luisteren we dus nog steeds niet naar ze. En dat is voor ons een signaal dat wij het dus toch wel even anders moeten doen. En of een referendum daarin het juiste middel is, tijd zal het leren, denk ik.